Ook het leven in commune kent wel eens een dissonant. Het gevolg is dat de zaak niet goed vibreert. Het voornaamste is togetherness. Hoe bouw je die in stand? Hele nachten hebben we gediscussieerd. Weet je nog, die ene avond, Josephine had puikenwiet en toch waren we heel agressief en fel. Het ging geloof ik over groepseks. Moest er groepseks zijn of niet? Iedereen op Henk en Ans naam vond van wel. Henk en Ans zijn de commune uitgegaan. Ach, die moeilijkheden heb je te doorstaan. Wat heb je? Het moet groeien, het moet groeien. Gaandeweg leer je steeds. Weet hoe het moet, ondanks alle tegenslagen. Dat we doorgaan, niet verslagen. En dan krijg je de commune die het doet. We besloten dus tot groepseks. Iedereen wou vreselijk graag. Maar de zaak was nog niet rond met dat besluit. Nee, bij de volgende discussie rees er namelijk een vraag. Moest het licht tijdens de groepseks aan of uit? Nou, niemand wilde in het donker. Want wie is er nou zo maf? Nee, iedereen wou juist de lichten vol op aan. Uitgezonderd dan Marijke, want die knapte erop af. Want ze zei, ik doe het ook uit met Johan. Ach, die twee hebben een biezen toen gepakt. Het was sneu, maar onze geestdrift bleef intact. Wat hit. Nu en of. Het moet groeien, het moet groeien. Gaandeweg leer je steeds. Beter hoe het moet, ondanks alle tegenslagen. Dapper doorgaan, niet verzagen. En dan krijg je de commune die het doet. Het werd dus groepseks met het licht aan, maar we waren nog niet klaar. Want bij de volgende discussie zei ik mee Mario. Bart en ik zijn niet inkennig, maar we hebben wel bezwaar tegen cunnilingus en fellatio. Nou, iedereen vond dat bekromp, iedereen vond dat te kras. Op Jan Jaapna en vooral zijn vrouw Alex. Want die wist niet wat cunnilingus of fellatio was, maar ze voelde zeker ergens nattigheid. Met hun vieren lieten zij ons in de steek. Maar we zeiden, ook al waren we van streek. Het moet groeien, het moet groeien. Gaandeweg leer je steeds. Beter hoe het moet, ondanks alle tegenslagen. Dapper doorgaan, niet verzagen. En dan krijg je de commune die het doet. Op de avond voor de datum dat het dus gebeuren zou, kwam er toch nog een discussievraag van Koos. Mag een man iets met een man doen en een vrouw iets met een vrouw? Of is dat misschien een beetje smakeloos? Iedereen zei ja, natuurlijk mag ook homofiel contact. Maar de dag daarop, wie had dat nou vermoed? Ja, toen bleek dat bijna iedereen zijn koffers had gepakt. Iedereen moest eensklaps weg op staande voet. Met z'n tweetjes bleven we op het zinkend schip. We zongen, ook al klonk het wel wat sip. Hoffel, hoffel. Ja, het moet groeien. Het moet groeien, gaandeweg leer je steeds. Beter hoe het moet, ondanks alle tegenslagen. Dapper doorgaan, niet verzagen. En dan krijg je de commune die het doet. Even hebben we geaarzeld of we verder zouden gaan. Een commune met twee leden is wat schraal. Maar er zitten, als je het goed bekijkt, ook leuke kanten aan. Het is intiemer, hè? Het is niet zo massaal. Nee. We besloten dus om door te leven in communestijl. De commune heeft de toekomst toch per slot. Nou, de zaak vibreert uitstekend. De togetherness heeft pijn. En de groepseks die we hebben, oh mijn god. Ja, wat waren we weer goed op drijf vannacht. Lieve schat, ik heb het altijd wel verwacht. Anders ik wel. Ja, ja. Het moet groeien, het moet groeien. Gaan de weg leer je steeds. Beter hoe het moet. Ondanks alle tegenslagen dapper doorgaan, niet verzagen. En dan krijg je de commune die het doet. Het moet groeien, het moet groeien. Aan de weg leer je steeds. Beter hoe het moet. Ondanks alle tegenslagen dapper doorgaan, niet verzagen. En dan krijg je de commune die het doet. Het moet groeien, het moet groeien. Aan de weg leer je steeds. Beter hoe het moet. Ondanks alle tegenslagen dat verdoen gaan we